Evert-Jan Toen, bondscoach van de Nederlandse honkbalploeg. Ja, we staan hier bij de werpheuvel van Neptunus. Laten we daar eens even mee beginnen. Heb jij gekeken naar de Europacup vorige week? Ja, ik ben even naar Bologna geweest. Ik heb de halve finale gezien, finale gezien. Ja, was jammer. Neptunus verloor de halve finale van Bologna. Maar Bologna was die avond net wat beter. Hoe kijk je daar naar? Als honkballiefhebber of toch ook als bondscoach van even spelers in de gaten houden wie jij gaat selecteren en wie niet? Ja, ook. Ik ging er naartoe om de spelers te evalueren natuurlijk. Maar ook als liefhebber, want dat zijn wel de wedstrijden die je wilt zien. En ja, Bologna had een hele goede werper op staan en ja, Neptunus kon daar geen vat op krijgen. Over de spelers gesproken, jij hebt de selectie voor het World Port Tournament in je hoofd. Ja. Hoeveel spelers van Neptunus zitten daarbij? 8, 9 ongeveer. Ja, aardig wat. Kan je ze uit je hoofd opnoemen? Jawel, Intema, Markwell, Kelly, Janison Boekhout, Ketcher, Dudley Leonora, Stijn van der Meer, Dwayne Kemp. Vergeet ik nog iemand? Zijn dat namen waarvan je eigenlijk al vrij lang zeker was, die gaan mee? Of is dat een deel dat zeker was? Hoe ging dat bij jou? Nee, deze jongens die waren wel vrij zeker van het WPT. Er zijn er nog meer die er wel zeker van een plekje waren voor het WPT. Er zijn ook een paar nieuwe spelers erbij. Maar voor iedereen geldt, die willen bij het Europees kampioenschap zijn in september. En het Olympisch kwalificatietoernooi. Ja, dat, en later in het jaar hebben we ook nog Premier 12 in Mexico. Maar ja, dat zijn de toernooien waar iedereen bij wil zijn. En dat moet iedereen verdienen, met name door goed op het WPT te spelen. Bestaat die selectie nu alleen maar uit spelers van ploegen uit de hoofdklasse? We hebben er twee uit het buitenland. Jurendel de Kaster speelt op Curaçao. En Mike Bolsenbroek die speelt in de Duitse competitie. 2 jaar geleden speelde Nederland op het World Port Tournament echt met een hele jonge selectie. Ja. En dat beviel sportief, ja, beviel niet helemaal met een vierde plek. Hoe plaats jij die huidige selectie dan daarbij in verhouding? Ik heb geprobeerd de beste spelers uit de hoofdklasse te selecteren. Die het beste deden tot nu toe. Er zitten ook een paar jonge spelers bij. Die ook nog in aanmerking komen voor het onder 23 team. Maar 2 jaar geleden was het voornamelijk A-status spelers aangevuld met de onder 23 selectie. Ja, nu is dat anders. Wat is jouw of de sportieve doelstelling van het team ten opzichte van de komende editie? Sportieve doelstelling? Ja, ik wil elk toernooi winnen. En met die mentaliteit moeten we ook het toernooi ingaan. Want dat zal op het EK en het OKT niet anders zijn. Je moet... Zeker het Olympisch kwalificatietoernooi moet je winnen om te plaatsen. En dat begint al bij het WPT. Heb je dan al punten van, los van de spelers, hè, van 2 jaar geleden, waar je nu aan je spelers dingen laat zien van, kijk, dat moet veel beter nu? Nou, niet van 2 jaar geleden. Spelers moeten altijd verbeteren of het niveau op peil houden. Dat schommelt altijd. Daar zijn we ook het hele jaar mee bezig. Met de A-status spelers. En met de spelers die erbij komen, die ook mee willen naar het EK. Natuurlijk zijn we daarmee bezig om die te verbeteren. En wat vind jij überhaupt, hè, van het World Port Tournament? Want we hebben, ja, toch, als ik eerlijk ben, aan promotie er vrij weinig van meegekregen. Ja. Verwacht jij dan veel publieke belangstelling als het zo weinig buiten bekend is? Nou, ik hoop het wel natuurlijk. En ik hoop dat deze media-aandacht ook gaat helpen. En ik hoop dat de tribunes vol zitten. We hebben nog eventjes om dat voor elkaar te krijgen. De honkballiefhebbers kennen het WPT. Het komt elke 2 jaar komt dat terug. Dus die weten er wel van, maar het zou ook mooi zijn om natuurlijk nieuwe mensen naar het stadion te krijgen. Waarom is dit evenement voor sportliefhebbers en dan met name misschien toekomstige honkballiefhebbers nou echt de moeite waard? Nou, kijk, je kan een honkbalwedstrijd zien op niveau. De sfeer is altijd fantastisch. Het is altijd gezellig. Als jij nieuw naar de honkbalsport komt kijken, dan zie je gelijk die gezelligheid op de tribune. En er is altijd wel iets te doen, ook voor kleine kinderen. Het is een familiesport om naar te kijken, maar ook te beoefenen bij uitstek. Je zegt het al, familiesport. Nou, we zijn in het Neptunus familiestadion. Is dat dan ook de plek bij uitstek voor dit toernooi?
Ja, absoluut. Het is het beste stadion in Europa. En ja, hier moet je zijn.